bijzondere werkplek heb jij? Hoe vind je het om te werken in de frietjesfabriek? Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Ik werk hier nu al een jaar of vijf. En dat bevalt me wel goed. Het is een leuke afwisselende baan. Elke dag is anders. En waar ben jij verantwoordelijk voor? We doen eigenlijk van alles. Het zijn wijzigingen in de PLC die wij aanbrengen, aanpassingen in SCADA. Af en toe worden ook wel eens bij storingen geroepen als de storingsdienst niet uitkomt of als het te complex wordt, zeg maar. Ja. Pas hebben we op Ambient, onze vlokkenlijn, een flinke aanpassing gedaan. En van die vlokken worden dan uiteindelijk ook chipjes gemaakt, toch? Ja, klopt. Daar maken we inderdaad chips van. Ook sausjes en aardappelpuree. Van alles wordt ervan gemaakt. Nou, ik ben benieuwd. Laten we een kijkje nemen in de fabriek. Ja, lijkt me een goed idee. Marcel het proces heeft geoptimaliseerd. Ja, wat we merken is dat de lijn veel stabieler is. Het is zo, als je een nieuwe fabriek bouwt, dan is het super lastig om ieder onderdeel op elkaar af te stemmen. En wat je ziet is op het moment dat iemand kennis op de achtergrond in de PLC-afsturing, et cetera, meedenkt over hoe we de boel stabiel kunnen krijgen, dat draagt ontzettend bij aan het algehele... Voor de verbetering van de fabriek eigenlijk. Ja, zeker weten. En de optimalisatie daarvan. Hè. En waarom vind je dat een functie als automation engineer zo belangrijk is? Ja, het is zo, vroeger was het natuurlijk veel op een lokale module, motor aan, motor uit. Maar nu is alles aan elkaar geschakeld. Deze fabriek is voor 95% PLC gestuurd. En daar heb ik dat soort gasten voor nodig die dat programmeren. En die ook de kennis hebben en mij ook kunnen aanbieden van, hey, wat kun je nou programmeren? Want ik als procesman kan wel een idee hebben over hoe ik graag zou willen dat mijn proces verloopt. Maar het moet wel uitgevoerd worden. Ja, en hij is de brains. Nou, ik snap nou eindelijk waar die aardappelvlokken vandaan komen. En jullie zoeken nog nieuwe collega's, toch? Ja, dat klopt. We werken natuurlijk met veel verschillende technieken hier, dus dat is wel leuk. Daarnaast hebben we ook leuke collega's, een gezellige werksfeer. Ja. En natuurlijk ook heel lekkere friet. Dat klopt, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus zoek jij nou een nieuwe baan? En hou je van friet? Solliciteer dan nu!